Wow, ik weet niet wat daar gebeurde, maar Gerrit, hier komt hij. Meep, compleet, kut. Wat gebeurde daar nou weer? Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FIFA 16 FUT Draft. Dit is op het moment ons team PN189 Draft, waar wij het mee moeten doen. Wij zitten op het moment in de derde ronde. Dus we hoeven eigenlijk in totaal nog maar 2 wedstrijden te spelen om uiteindelijk de beker te kunnen behalen en dus de grote prijswinst. Oh, ik speel tegen een tegenstander die een gast heeft. Het verbaast me nog een beetje dat mensen überhaupt dit nog aan het spelen zijn. We spelen in ieder geval tegen Le München. En hij heeft een best capabel teampje. Alleen Mertensacker, de man die hoeren traag is. Maar ik ben sowieso al vanaf het begin in het nadeel, omdat hun dus met z'n tweeën aan het spelen zijn. En aangezien dit ook gelijk mijn eerste potje van de dag is, weet ik niet of we hier glansrijk mee weg gaan komen. Wow, computer sliding. Wie hebben we hier? Geen idee, maar we hebben hier Cristiano Ronaldo. Petr Cech, die kwam eventjes uit, maar we scoren daarentegen wel. Die vieze Chris, lekker naar die virtuele bosjes grijpen. Chris, paast hem terug. Even terughouden, dan weer terug naar Chris. Dit moet oké zijn. Ah, ik had hem harder moeten doen. Petr Cech gooide gewoon zijn hoedje er tegenaan. Ik zie Piqué eerste paal. Oh mijn god. Is het nou serieus zo moeilijk om een kopbal erin te krijgen? Oh nee, de counter. Incoming counter. Marcelo, waarom mag ik Marcelo gewoon niet selecteren? Is dat nou serieus zo moeilijk? Ja. Oh my god. Man. Op 2 manieren probeerde ik Marcelo fucking... en dan komt hij nog tegen zijn elleboog aan ook. Op 2 manieren probeerde ik Marcelo te selecteren. Door middel van mijn rechterstick. Oké, dat wilde niet werken. Dan maar L1. Nou, moest ik ook 3 keer op drukken voordat hij uiteindelijk werkte. Echt, FIFA 17 staat om het hoekie te koenkeloeren. En ik hoop serieus dat ze zulke soort dingen gewoon hebben aangepakt. Want dit is echt grotendeels de oorzaak waarop ik gewoon goals tegenkrijg. Oké, gaan we met Chris erin banjouren? Nee. Nee, kut, Gerrit. Oh mijn god. Ja, nee. Het is omdat het uiteindelijk nog een goal wordt. Maar het is zo verlept irritant. Gerrit stond vrij en dan gaat hij opeens achter de muur lopen. Waarom doe je dat? Iniesta, terug naar Griezmann. Draaien. What? Naar beneden. What? Griezmann, let's go. Ja, maar ouwe. Zoveel van die haatslidings. Ah, come on, dan doe ik een haatsliding en heb ik de fucking bal geen eens, man. Oh god, daar zat ik nog bij. En Piqué krijgt weer zo laat op mijn fucking selecteerdingetje. En het is ook zo'n random kut goal. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Puur op techniek, hoor je dat, jongens? Puur op techniek. Het is niet alsof het een rachtbal naar voren is. Nee, het is gewoon puur op techniek. Oh god, daar heb je Mahrez weer. En ik zit er elke keer ook weer tussen, maar ik kom er echt niet, letterlijk. Are you fucking kidding me? Dit zal waarschijnlijk echt gewoon... Ik spot dit ook gewoon echt als een fucking marketing trucje ook gewoon, hè, van EA. Dat ze gewoon... Het spel laat ze gewoon de hele... Eigenlijk grotendeels van het jaar laat ze soepel lopen. Maar in de laatste 2 maanden, dus dat eigenlijk FIFA 17 al aangekondigd is... Dat ze dan FIFA 16 zo twisten... Dat het echt een hoerenspel wordt. En dat je dan zit van... Oh, fuck deze game. Ik ga de nieuwe game kopen. Dat zou echt super kniepig zijn. Maar ik zie ze er nog wel voor aan ook. Eerste helft is voorbij. Ja. Hey. Leuk. Oké, Iniesta. Nee, waarom gaat hij nou naar Chris? Oh my god, Chris. Niet veel ruimte. Oh ja, hier ook zo'n random tyfus goal voor je mik. Ik weet niet hoe ik... Ik dacht Iniesta moeten lopen. Maar opeens Chris was sneller. En opeens kreeg ze die racht hem erin. Het is... Ik weet niet wat hier gebeurt, joh. Ik weet niet wat hier gebeurt. Gerrit. Gerrit is eindelijk eens langs de lijn. Kunnen wij wat met Gerrit? Nee. Gezien door de verdediger. Vincent Kompany. Ze staan voor, Juri. Nee! Hé! Vincent Kompany. Leon Schot. Gaat er gewoon fucking in. Kijk dit. Nee, kijk dit schot. Ouwe, nee, FIFA, now you done fucked up. Dit spel klopt voor geen meter. Ja, man. En Gerrit, een van de beste rechtswingers, kan geen eens een normale paas geven. Maar tenminste kan Kompany, kan wel uit een fucking Leon schot kan hij scoren.
Oké, hier tussendoor. Iniesta. Juist hem. Ongelooflijk. Thomas Müller moest even een fucking solo actie maken. Maar dat duidde uiteindelijk wel aan tot een fucking mooie... Gewoon, nou, eigenlijk gewoon een kut goal. Het is gewoon een kut goal. Marcelo, wat is dat dan? Dit is een goal. Het is geen goal. Het is nu een goal. Hij had er al in gemoeten. Ga even weg met die tyfusbal. Fucking hell, nu komt er nog verlenging ook. En ik heb al mijn wissels al gedaan. Gerrit, langs dat lijntje. Kunnen we er wat mee? Zo dan? Zo dan! Thomas Müller, lekker dan! Oh mijn god. Die vieze Duitser, hè? Die vieze Duitser moet het ook gewoon weer doen. Nee, maar dit vind ik zo bullshit. Nee, wat doet mijn verdediger? Koscielny, alsjeblieft! Stop daarmee met het gekut! Thomas, lekker pasen. Chris is verdomde moe. Chris, je moet blijven rennen. Chris, doe dan ook iets. Iniesta is moe. Ik drukte helemaal niet op fucking... Ik drukte helemaal niet op voorgeven. Ik weet niet hoe die daarbij kwam. Maar ik zat met mijn rechte stick te slingeren en opeens... Nee, we geven hem even voor. Nou, tweede helft van de verlenging. Chris, in het verlengde. Let's go. Let's go. Gewoon zo, hard schieten. Weet ik veel wat de fuck ik vanuit die hoek moet doen als ik niet kan stiften. Oh god. Zo dan. Petr Cech. Petr. Wat ben je toch ook een joch. Oh god, ja, hij ging naar binnen. Dat was zo overduidelijk. Alleen de manier waarop mensen... Zal je net zien. Fucking Koscielny gaat dan... Oh, het is buitenspel. Godzijdank, joh. Oké. Griezmann. Kan hem gelijk terugpasen. Nee, joh. Per Mertesacker, 33 pace. Ik ga er even lekker tussen zitten met mijn vrachtwagenlichaam. Victorie. Oh mijn god. Deze wedstrijd was echt gewoon een rollercoaster van emoties. Dat is het enige hoe ik het kan benoemen. Alright, onze laatste tegenstander. 3-4-3, hoe is het? Hij heeft eigenlijk dezelfde rating als ik, 189. En deze gast speelt niet met een ander maatje, dus in de hoop dat het simpeler gaat. Maar ja, dit spel is constant ons aan het oplichten, dus ik kan geen voorspelling doen. Let's go. Griezmann heeft de ruimte. En het is hem, Antoine Griezmann. Hij is geliefd. Come on, man. Is dit mijn... Dit is het fucking... Dit is de finale. Ik heb fucking zitten stressen vorige wedstrijd, man. God dang it. Nou ja, dit is in ieder geval onze prijs. En 2 zeldzame goudpakketten. 1 premium goudpakket. Eens even kijken wat erin zit. En een premium. Dat is de minste. David Alaba. Wat geef jij ons? Gekke Koulibaly. Geef me... Oh, die heb ik al in mijn club zitten. Hey, Pogba. Dat is een broertje. Pereira. De man met de befaamde snor. Bijvoorbeeld hier. De befaamde wapperende haartjes. En een Felipe Luis. Nou, dat zijn kekke mannen. Maar oké, dan gaan we eens even kijken, hè. Het is gewoon een goede spits. Statistieken zijn prima in orde. Wat een fucking joke. Ik bedoel, de eerste zonder contract is 950 waard. Really? Nou, dan wordt het natuurlijk gewoon weer tijd om een nieuwe op te starten. 15.000 muntjes worden erin gezet. We hebben hier mooie opstellingjes. En ik denk dat als we het meest succesvolle willen, dat we dan weer gewoon met 3 verdedigers aan de slag moeten. We give it a go. En dan hebben wij als captain... Ja, ik zie die Robert met zijn handje omhoog, hè. En dat voelt wel oud en vertrouwd. Maar toch ga ik voor de paarse Chris. Rechts voor. Gerrit. Kijk, daar staat die Thomas ook al met zijn handje. Oh, die jongens, die zwaaien allemaal namen. Oh. Spits. Compleet naar. Oeh, doelmannen. Jesus fucking Christ. Kijk, dit zijn de kaartjes die we willen hebben. Iniesta. Oeh, Kroos. Iniesta is een goede keus, maar ik denk dat we die nog wel... Alhoewel. Ik weet niet of we die nog steeds gaan krijgen. Fuck it, ik ga voor Kroos. Ik ga voor die Tony. Kijk hier, dan heb je Iniesta alsnog. En die Thomas, staat hij weer met zijn Duitse glimlach. Oh, jongens. Mascherano, het befaamde rattenhoofd. Piqué zeggen we ook geen nee tegen. Kijk, daar staat hij weer, die Thomas, hè. Staat hij weer met zijn handje. Hé, ben ik weer. Ja, maar
Hier zeg ik gewoon geen nee tegen. We nemen gewoon zo'n rode. Rode, je moet daarentegen wel op de bank beginnen. Maar we houden jou gewoon als super sub. Niet bepaald het teampie wat ik in gedachten had, maar vooruit. Nou ja, dit is dan ons teampie en onze rating erbij, 187. We moeten het er maar mee doen. Ja, oké, ik kan het zo doen en is het een 190 draft. Oké, leuk. Maar ik zet die Alvesten gewoon vanaf het begin in. Dat vind ik veel prettiger dan zo'n gekke Gonzales. En onze eerste tegenstander voor dit teampje is Roldan FC. En dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit. Hij mag dan geen Chris of een Messi hebben, maar dat maakt niet uit bij zo'n team. Dan gaan we. Roldan FC. Hij weet zijn trucjes. Wat is dit nou weer? Krijgt nou de tering. Ik ben helemaal zoek gespeeld. Ik denk, hij gaat er helemaal niks mee doen. Hij deed er wel wat mee. 1,5 minuut in game. En hij drukt ook niet door. Die tegengoal kan ik nog wel hebben. Maar dat niet doordrukken, dat zit me puur dwars. Nou ja. Dat was snel. Oh my god. Hij gaat constant dat trucje doen. God, De Gea. Hij houdt weliswaar een bal tegen. Maar ik weet al wat ik tegen zo'n trucjesman moet doen. Niks. Dat is wat je moet doen tegen zo'n trucjesman. Geloof het of niet. Maar dat is serieus hetgene wat werkt. Nog gewoon lekker niks te doen. Even zo. En dan racht je hem erin. Hehe. Ik herhaal het niet. Of ik vind het niet fijn om mezelf te herhalen. Maar we moeten het dan maar wel doen. Maar zo'n trucjesman, die moet je gewoon op je af laten komen. En uiteindelijk loopt hij hem gewoon in je voeten. En dat is heel irritant. Want dat is letterlijk het tegenovergestelde van mijn verdedigingsstijl. Gerrit. Even terug. Lekker friemelen. Tony. Ja, zo dan. En terug naar Gerrit. Kom op. Dat is hem hoor. Dat is lekker gespeeld. Dat is lekker gespeeld van de jongens. Messi, in het verlengde. Nou, doe maar terug naar Gerrit. Oké, Gerrit. Oké, doe maar naar Ronaldo. Kom op. Dat had een goal moeten wezen. Ik had het perfect uitgespeeld, joh. Oh, Mascherano met zijn rattenhoofd zat er nog even bij. Wow, ik weet niet wat daar gebeurde. Maar Gerrit, hier komt hij. Meep. Compleet, kut. Wat gebeurde daar nou weer? Dit deed hij niet expres, lijkt me. Bizar wat hier gebeurde. Een eigen doelpunt. Ja, inderdaad, heel bizar. Ik zit nog steeds. Ja, dat was te verwachten. No, Mascherano, kom op. Heel goed. Daar heb je jezelf gecorrigeerd, hoor. Want hij glipte er toch enigszins langs. Nou, dat was de eerste helft. Ja, ik sta in het voordeel, maar ik weet niet. Deze gast, die heeft... hij heeft iets in zijn mouw zitten. En dat gaat hij er zo direct uitkloppen, ben ik bang. Oké, Gerrit. Dit is best te doen, hoor. Dit is best te doen, hoor. Dit is best te doen, hoor. No, dit meen je. Ongelooflijk. Kan je het geloven? Ik liep gewoon langs de keeper. De fucking tactieken van 2015. FIFA 2015. Mijn speler verneukt het bijna. Maar het werkte gewoon niet. Oh, dit is heel kut. Hij ging heel snel vooruit. Dit is die Neymar. Hij gaat trucjes doen met die Neymar. Of hij loopt hem gewoon overlijn. Dat is een gielactie. What the fuck? Nee. Dat ging bijna nog echt via de rug. Via de enkels. Via de dingen. Hey, ik ben Chris. Gaat hij eroverheen. Poep. Lekker in dat hoenkie. Lekker even zwabberen. Hoppakee. Ga je rage quitten? Het mag hoor, dan gaat er ook even last van mijn schouders af. Dankjewel. Dan ben ik in ieder geval 1 stap dichterbij. De eindprijs. Met een overwinning van 4-1. Dit gaan wij voortzetten als de tijd rijp is. Dan wil ik jou in ieder geval nu bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende FIFA aflevering. Doei doei. Gerrit. Naar binnen. Gerrit. Nee, kut Chris. Ja, you better score, you son of a bitch. Je komt gewoon letterlijk de bal stelen.